Nou, ik ben Manon Ruitenberg, ik ben fotograaf. En ja, een van de passies om te fotograferen is toch wel hondenfotografie. En dat is ook wat we vandaag aan het doen zijn. Wat ik probeer voordat ik ga fotograferen is dat ik alvast de lama gebruik. Dat is mijn mascotte en daar stel ik de belichting goed op. En ik weet dat het na ongeveer een kwartiertje, 20 minuten per hond, dat het toch wel klaar is qua spanningsboog. Dus als ik zorg dat alles goed klaar staat, kan de hond als model in setting worden gebracht. En dan maak ik samen met de baasje een mooie foto. Op het moment dat iemand zich aanmeldt, dan vraag ik altijd even een foto van de honden, dat ik ook de naam weet. Dus dat is leuk om te weten. En dan kijk ik ook gelijk even wat voor soort kleur vacht een hond heeft. Want daar hangt ook wel weer de belichting aan vast. En nou ja, wat ik nu heb gedaan is inderdaad met een poefje gewerkt, wat wel handig is. En met een statief. En de baasje zorgt ervoor een poefje. Nou, ik ben te bereiken onder www.manonruitenbergfotografie.nl. Dus ik zou zeggen, neem contact op.